Los Angeles kampt met de grootste bosbrand in de geschiedenis van de stad. De bewoners van zo'n 700 huizen in het noorden van de stad en in de plaatsen Burbank en Glendale zijn uit voorzorg geëvacueerd. Een belangrijke snelweg is afgesloten voor alle verkeerpunt de Latuna Brand, genoemd naar de canyon waar de brand is ontstaan, heeft al zo'n 2000 hectare in de as gelegd. 3 huizen zijn verloren gegaan. Door de onvoorspelbare wind kan de brandweer moeilijk zeggen hoe de brand zich verspreidt. Het is mogelijk dat de evacuatiezone uitgebreid moet worden. Zo'n 500 brandweerlieden proberen het vuur te doven. Slechts 10% van de brand is onder controle, zegt burgemeester Eric Garcetti van Los Angeles. Hij noemde het een klein wonder dat slechts 3 huizen in vlammen zijn opgegaan. Struikgewas. De brand teert op struikgewas dat in decennia niet in brand heeft gestaan. Langzaamaan kruipt het vuur over het heuvelachtig terrein naar beneden richting de huizen. In de op een na grootste stad van de VS was het overdag zo'n 38 graden. Bosbranden in het westen van de VS hebben dit jaar al bijna 3 miljoen hectare verwoest. Vorig jaar was dat rond deze tijd nog zo'n 2 miljoen hectare.